volgende. We hadden het eerder in het programma al over het milieu. Dit is de stelling van de ChristenUnie. We moeten binnen één generatie niet langer afhankelijk zijn van gas en olie. Hier zijn Gert-Jan Segers en Mark Rutte van de VVD. Meneer Segers, u mag uw stelling kort toelichten. Meneer Rutte, we staan aan de vooravond van een grote crisis, een nieuwe crisis, een klimaatcrisis. Het gaat over zorg voor de schepping. We gaan te maken krijgen met opwarming van de aarde, droogte op de ene plek, overstroming op de andere plek, mogelijk nieuwe vluchtelingenstromen. En dat plaatst ons voor grote uitdagingen. Het is niet 5 voor 12, het is niet 2 voor 12, het is 12 uur. We moeten handelen. Meneer Rutte. Wij zullen toe moeten naar andere energie, naar schone energie. Als minister-president heeft u uw handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs. Als VVD-lijsttrekker komt u met een programma waarbij u niet levert. Mijn vraag aan u is, wat is uw belofte waard? Oké, meneer Rutte. Ja, ik ben het geheel eens met de heer Segers dat we hier een belangrijk onderwerp te pakken hebben. Want we moeten die opwarming van de aarde tegengaan. We moeten er ook voor zorgen dat we minder afhankelijk worden van Rusland. Minder afhankelijk worden van het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd moeten we manieren vinden om het op te lossen zonder dat we de lasten van hardwerkend Nederland, van de burgers, van de gezinnen, zwaar extra gaan belasten door dit mogelijk te maken. Het is niet nodig. Je kunt namelijk met onze enorme innovatiekrachten ervoor zorgen dat je op een positieve manier dit probleem oplost. We hebben hier de beste denkers, de beste bedrijven. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je in Europa tot afspraken komt dat als we hier slimme dingen doen, dat niet vervolgens ergens anders in Europa extra vervuild kan worden. En dat is nu het geval. En dan belast je hier de mensen extra, terwijl ze juist lastenverlichting moeten krijgen, terwijl het geen effect heeft. Meneer Segers. Meneer Rutte, u mikt op Europa en daar moet inderdaad wat gebeuren. Wij moeten dat ETS-systeem moeten wij aanpakken. Wij moeten nieuwe afspraken maken. Maar als u naar de onderhandelingstafel gaat van Europa, dan treft u allemaal landen aan die het veel beter doen dan wij. Kijk naar Denemarken. 5 keer zoveel schone energie als wij leveren. Wij zitten in de staartgroep met Luxemburg, met Malta. Op dat niveau bevinden wij ons. U mikt op de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Ik ben bij Van Oort geweest, die nu windmolens plaatst op zee. Die samen met Shell, met Unilever, met Siemens zegt, politiek, neem leiding. Dan kijken ze naar u. Neem leiding. Terecht. Als er leiding wordt gevraagd, wordt er vaak naar mij gekeken. En dat is ook in dit geval terecht. Want we hebben de afgelopen jaren hele moeilijke maatregelen genomen om die transitie van fossiel, dus van olie en gas, et cetera, naar moderne energiebronnen, aardgas, osmose, aardwarmte, getijden, wind, zon, mogelijk te maken. Daar gaat ook veel geld heen en dat moet ook doorgaan de komende jaren. Maar wat u wilt, is de komende jaren daar nog eens een keer bijna 5 miljard extra bovenop doen. Dat betekent voor die gezinnen die nu juist de lastenverlichting moeten krijgen nu het beter gaat, die middenklasse in Nederland, dat die in uw programma weer honderden euro's per jaar extra kwijt zijn aan hun energierekening. En dat is niet nodig. Want als we erin slagen om hier in Nederland, boven wat we al doen, nou juist die innovatie los te trekken, en daar zou ik voor zijn, daar hebben we dat fantastische bedrijfsleven voor. Daar hebben we onze prachtige landbouwsector, onze boeren, onze agrarische sector. Een van de innovatiefste sectoren ter wereld. Als we die nou de ruimte geven in het land om dat te doen, dan krijgen we de zaak voor elkaar. Maar dan moet je wel in Europa afspreken dat je dat regelt. U gaat in Nederland hele moderne kolencentrales sluiten. En wat gebeurt er? In Polen gaat er een walmende bruinkoolcentrale open. Omdat we het in Europa niet goed geregeld hebben. Hier hoge lasten voor onze hardwerkende Nederlanders. En geen echte milieueffecten. Ik wil echt beleid wat werkt. En dat kan. En Nederland kan de leiding nemen. Meneer Segers. Meneer Rutte, ik kijk inderdaad naar u voor leiderschap. En ik wil u allereerst danken voor het leiderschap van de afgelopen periode. U heeft ervoor gezorgd, mede voor gezorgd, dat we uit die economische crisis... En u heeft geholpen, waarvoor ook ik heb geholpen en wij hebben daarin samengewerkt. Maar nu staat er een nieuwe crisis. En dat vraagt om leiderschap, om lef. En ik mis het in het VVD-programma. Wij hebben een eerlijke scheidsrechter. Het Planbureau voor de Leefomgeving. Die kijkt naar uw plannen, die kijkt naar mijn plannen. Die kijkt, lukt het om die transitie van vuile energie, van het gas uit Groningen, om daar vanaf te komen, ja, naar schone energie te gaan. En het oordeel over het VVD-programma is helder. Het lukt niet. Nee, maar wat doet het Planbureau voor Leefomgeving? Die zegt eigenlijk, er is een grens voor lucht. Maar er is natuurlijk geen harde grens. De lucht gaat gewoon een grens over. Je kunt geen hek in de lucht plaatsen. En dat is eigenlijk wat u doet met uw programma, door die lasten zo te verzwaren, zonder dat in andere landen vervolgens ook daadwerkelijk de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Dus je moet dat echt gezamenlijk doen. En meneer Segers, u en ik zijn het veel meer eens dan u hier probeert voor te spiegelen. Maar ik denk dat groen inderdaad goed is.
Maar wat u niet moet doen, is volgens er een links verhaal van maken. Doe dat nou niet. Zorg er nou voor dat u met de VVD inzet op innovatie, op ons bedrijfsleven. Hier heb ik bezwaar tegen. Een prachtige exportsector kunnen we er samen mee bouwen. Dan kunnen we er ook nog geld mee verdienen. Banen aan overhouden in Nederland. En tegelijkertijd die opwarming tegengaan. Ja, meneer Segers. Meneer Rutte, u mag bluffen over uw eigen programma, maar niet over mijn programma. Als we kijken naar de cijfers die zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau, dan is het heel duidelijk, iedereen gaat erop vooruit bij het programma van de ChristenUnie. Dus wij kunnen geld teruggeven aan gezinnen, aan hardwerkende Nederlanders. En wij kunnen de doelstellingen van Parijs halen, waar u uw handtekening onder heeft gezet, wat u beloofd heeft. En het oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving over het programma van de VVD is heel hard. Het lukt niet. Het lukt niet op deze manier om van het gas van Groningen af te komen. En dat blijkt ook, want die gasproductie blijft exact hetzelfde. En u weet wat voor ere schuld we hebben aan Groningen. Okay, zeg, gaat u dan in op mijn argument dat we te maken hebben met een situatie waarin we niet in Nederland maatregelen kunnen nemen als dat in andere landen juist leidt tot meer CO2-uitstoot? Nee, misschien even over het Nederland gas, en dan het Nederlandse probleem. Alleen, u wilt het. Kijk, wat u dus doet, is misschien op korte termijn wel wat lastenverlichting. Maar vervolgens gaat u de energierekeningen zo enorm verhogen de komende jaren. Als u 5 miljard extra op energie doet, dan betekent Rutte, dat honderden euro's per gezin. Meneer Rutte, ik onderbreek u ook, want Segers bracht naar voren, het lukt niet met het gas. Op de manier dat de VVD het wil, lukt het niet om te stoppen met de gaswinning. Dat is wat Segers zei. Nou, die gaswinning, bij de VVD zorgen wij ervoor dat wij ons helemaal houden in ons programma. Aan alle afspraken die we hebben gemaakt. Dus dat betekent een verlaging met tussen de 80% en 95% van de CO2-uitstoot in 2050. Dat betekent 40% in 2030. Dat betekent 25% in 2020. Daar gaan we ons gewoon aan houden. Zodat we inderdaad ook in Groningen dat gas dadelijk niet meer nodig hebben. En dat is van groot belang. Want ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Voor de Groningers, waar mensen letterlijk hun leven, hun huizen zien afbrokkelen, hun leven wankelt. Erger kan dat niet zijn. Ja, u zegt binnen één generatie. Hoe lang is dat generatie eigenlijk? Wanneer staat het dat helemaal 25, 30 jaar. Okay. En dat hebben we nodig omdat we de mensen in Groningen recht in de ogen moeten kijken. De gasproductie is in de periode dat u minister-president was omhoog gegaan. Hij is omlaag gegaan. Waarom? Vanwege een uitspraak van de rechter. Het was niet uw eigen keus. Het was de rechter die het u daartoe dwong. Dat maakt niet uit. Dat is echt niet waar. En nu zegt u in uw programma, het blijft op hetzelfde niveau. Wij kunnen zo niet doorgaan. Wij moeten af van het gas in Groningen. Wij moeten af van de olie uit het Midden-Oosten, uit Saudi-Arabië. En wij moeten toe naar schone energie. En dat vraagt om leiderschap. Meneer Rutte. Ook, maar leiderschap is ook ervoor zorgen dat mensen precies weten hoe het zit. Willen wij af van het gas in Groningen? En ook met uw programma, dat duurt zoveel jaren voordat u al die lastenverzwaringen van u voor de gezinnen in Nederland in hun energierekening uiteindelijk een effect hebben op onze energiewinning. Dan zal het nog steeds zo zijn dat we dat aardgas nodig hebben. En waarom hebben we het nodig? Omdat in Nederland dat laagcalorische gas uit Groningen, daar draaien onze gastellen op, daar draaien onze ketels op. Zo zit het nou eenmaal. Dus nog eens een keer, meneer Segers, uw programma gaat ervan uit, meneer Wilders wil een hek bij de grens zetten, u wil een hek in de lucht plaatsen. Nee. Dat kan niet. Die vervuiling uit die bruinkoolcentrale in Polen, die is 2 keer zo snel weer terug in Nederland. En intussen zit ik hier met een situatie dat hardwerkend Nederland ontzettend veel extra lasten draagt. Meneer Segers. Nog één keer. In het programma van de ChristenUnie gaat iedereen erop vooruit. Je kunt ook op de lange termijn. Nee. Je kunt goed zorgen voor gezinnen en je kunt goed zorgen voor de schepping. Dat kan hand in hand gaan, maar dat vraagt om leiderschap. En wij zullen Groningen recht in de ogen moeten kijken. Dat kun je niet met hetzelfde plafond, met dezelfde manier van gaswinning doen zoals we het nu doen. Zoals de VVD daarmee door wil gaan. De gaskraan moet dicht en wij moeten toe naar schone energie. En inderdaad, ons bedrijfsleven kan daarvoor zorgen. Daar staat, de innovatie staat klaar. Maar die hebben één ding nodig. Politiek leiderschap en een heldere richting. Oké, het slotwoord is voor u, meneer Rutte. Ik ben het heel met Segers eens dat hier leiderschap nodig is. Dat het nodig is om ook inderdaad ervoor te zorgen dat in Groningen die verschrikkelijke situatie wordt beëindigd. Maar daarvoor moet je wel met een reëel plan komen, waarbij je ervoor zorgt dat je niet hier op een of andere manier de CO2-uitstoot vermindert en het in andere landen weer laat vermeerderen. Want dan los je niets op voor deze planeet, voor de schepping zoals u terecht zegt. Daar ben ik ook zeer mee begaan. Maar meneer Segers, nogmaals, ik denk dat u en ik het meer eens zijn dan we hier willen toegeven. Hier moeten we als politiek uitkomen. Punt. Applaus. Dank u.